Goedemiddag. Voor deze presentatie ga ik de redenen voor een transitie naar een resource-based economy vanuit een sociaal standpunt verklaren. Belangrijk om te weten is dat een maatschappij binnen een resource-based economy zonder geld werkt. En de bedoeling is de redenen voor criminaliteit en oorlog om die uit te faseren. Dus, eerst ga ik een inleiding geven voor enkele kernbegrippen die belangrijk zijn in deze presentatie. En dan ga ik aan de hand van economie, maatschappij uiteindelijk bij een resource-based economy komen. Dus eerst gaan we eens technologie bekijken. Wat is technologie? Technologie is gewoon een praktische toepassing van een idee. Je moet dat heel breed bekijken, want elk idee dat een toepassing krijgt, is effectief een technologie. Dus stel dat we in plaats van paard en kar een stoommotor en een ijzeren kar op spoorwegen, dan noemen we dat industriële technologie. Als je muntstukken gebruikt in plaats van te ruilen met goederen, jij geeft mij een koe en ik krijg twee geiten, dat is ook een technologie. En dat heeft ook zijn voordelen voor de economie te vergemakkelijken. En uiteindelijk, toen de Grieken besloten hun koning buiten te gooien en zelf samen te beslissen wat ze gingen doen, dan kun je dat politieke technologie gebruiken, omdat ze nieuwe manieren hebben gevonden om beslissingen te maken. En het tweede wat belangrijk is voor deze presentatie is gemeenschap. Wat is gemeenschap? Dat is gewoon de mogelijkheid om samen te werken. Het is eigenlijk gewoon een technologische evolutie van de mens. Want als je kijkt naar de dierenwereld, dan zie je dat andere dieren ook in staat zijn om samen te werken. En dan komt de vraag, wat onderscheidt ons nu eigenlijk van de dieren? En het antwoord is beschaving. Wat is beschaving? Een definitie uit de Oxford University Dictionary staat: een toestand van menselijke gemeenschap die zeer ontwikkeld en georganiseerd is, zoals je beneden kan zien. Wat maakt ons beschaafd? Gewoon onze mogelijkheid om na te denken om de samenwerking die we in een gemeenschap hebben te verbeteren. Gebouwen maken, een parlement creëren, motors voor sneller weg te gaan. Dat maakt beschaving. Want er is ook een tweede betekenis in het woordenboek. En dat gaat volgens de quote: na 2 weken in een tent geleefd hebben, doet het goed om terug in de beschaafde wereld te komen. Dus beschaving slaat ook op het feit dat we technologisch geavanceerd zijn. Dus ik ga nu over economie, maatschappij en uiteindelijk bij resource-based economy. De vragen die ik bij een economie ga beantwoorden in dit deel is: waarom heb ik dit economie in deze presentatie gezet en wat is een economie? Economie is gewoon een verzameling van activiteiten om de mensen hun behoeften te voorzien. Wat betekent dat? Een verzameling van activiteiten. Niet alleen menselijke activiteiten. Want technisch gezien zijn bomen ook een deel van de economie. Omdat die CO2 in O2 omzetten. Dus economie kun je heel breed bekijken, maar voor deze presentatie gaan we alleen maar naar de menselijke activiteiten kijken. Ik heb hier een arbitrair lijstje gezet van dingen die je in de economie kunt opnemen. Je kunt een heel ander lijstje samenstellen, maar ik ga gewoon zeggen waarom ik specifiek dit lijstje heb gepakt. Ten eerste heb je landbouw. Zonder landbouw heb je geen eten en zonder eten gaan we echt niet verder komen. Dus, dan heb je onderzoek. Met dat onderzoek kun je dan verbeteringen aanbrengen om industrie en distributie te creëren. En ook de landbouw te verbeteren. En zodra je die 3-4 dingen hebt, kun je beginnen met diensten te verlenen aan andere mensen. Dus economie verschilt van geld, omdat geld alleen maar dient om de economie makkelijker te maken, maar het is zeker niet nodig voor een economie. Dus dat is belangrijk om te begrijpen in een resource-based economy. Wat zijn nu de behoeften waar deze economie aan moet voorzien? Je hebt dus hier de behoeftehiërarchie van Maslow. Dus je hebt de biologische behoeften, dus de landbouw en zo. Dan heb je bestaanszekerheid. Dus als er crisis is en mensen verliezen hun werk, dan zitten we op dit niveau.
en zo verder. Wat je in een resource-based economy gaat zien, is dat de twee onderste nimmer prioriteit zijn, omdat die sowieso, en dat je meer met sociale behoeftes tot en met zelfontwikkeling gaat bezighouden. Dan gaan we nu even geld bekijken. Dat is heel belangrijk, omdat we overal ter wereld op dit moment geld gebruiken. Wat is geld? Geld is een technologie. Ja? Het is makkelijker om geld te geven voor iets dat je wilt, in plaats van hele plaats gaan af te zoeken voor iets dat hij ook wilt om te kunnen handelen. Dus dat maakt het wel praktischer. Het is een universele wisselwaarde, omdat iedereen het aanvaardt. En het is representatief, want dat is belangrijk, want als je 1 miljoen euro hebt, maar je kunt er niks mee kopen, wat zet je er dan mee? Dus het is belangrijk dat geld effectief voor iets staat. Geld dient dus om goederen met elkaar te wisselen. Dus je kunt je werk aanbieden, daar kun je geld voor krijgen. Je hebt technologieën, industrieel product en zo verder. Wat zijn nu de voordelen van geld? 1 voordeel, je kunt je specialiseren. In plaats van altijd een product te zoeken wat andere mensen willen, kun je gewoon 1 ding maken, dat verkopen aan de mensen die het willen, en dat geld dan gebruiken om iets te kopen van een persoon die eventueel niet wilt wat jij maakt, maar wel het geld zal aanvaarden. Dus specialisatie is heel belangrijk. Accumulatie, dus als je een groot project wilt opzetten, kun je geld makkelijker sparen. Want als je iets concreet hebt, zoals bijvoorbeeld een landbouwproduct dat bederft, en dan kun je eigenlijk niet sparen omdat je dat verliest. En dan economische prestatie meten. Obvious. Je kunt makkelijker geld meten dan... geld is gewoon een heel handige manier om een economische prestatie te meten. Wat zijn dan nu de nadelen van geld? Fraude. Fraude is makkelijk. Je hebt accumulatie weer, oneerlijk, of gewoon dat je zoveel geld bij u verzamelt dat er te weinig geld in circulatie is, zodat de economie begint te sputteren. En dan uiteindelijk, het leidt eigenlijk af van de realiteit. Want als je geld gebruikt, dan zie je alleen maar die 100 euro of die 1000 euro. Terwijl het eigenlijk draait om het product dat je wil kopen. Dus zoals ouders die een kind hebben, en die doen een IQ-test en het blijkt dat die een IQ van 120 heeft. Na een tijdje zouden die ouders alleen maar dat getal 120 kunnen zien. En zouden ze nimmer kijken of luisteren naar hun eigen kind. Omdat ze zo gefixeerd zijn op dat getal. Dus dat is wel een nadeel waar rekening mee moet houden. Dus de voorwaarde is dat het voor iets staat, een stabiele waarde heeft. Voor die zekerheid, bestaanszekerheid. Als je 100 euro hebt en je kunt er iets mee kopen en volgend jaar kun je daar bijna niks mee kopen, dan is dat geld eigenlijk waardeloos, dus dat is belangrijk. En dat er voldoende een omloop is, zodat iedereen het kan gebruiken. De prijs van een product, eigenlijk is het gewoon de tijd en de energie die je erin steekt. En hoe schaars het product is, hoe meer je ervoor kunt vragen en hoe meer winst je kunt vragen. Dus het is eigenlijk in je voordeel om een product schaars te maken, omdat je dan een grotere winstmarge kan krijgen. Dus dat is een van de grote nadelen van het geldsysteem. Maar dit is de logica achter prijsbepaling in een geldsysteem. Dan gaan we nu even de maatschappij bekijken, voordat we naar resource-based economy kunnen doorgaan. Wat is een maatschappij? Zoals we daar juist hebben gezien, is dat gewoon een gemeenschap die een hoge mate van ontwikkeling en organisatie heeft. Maar zodra je instellingen krijgt om een beschaving te leiden, zoals een regering, de politie, dan krijg je echt pas een maatschappij, omdat die instellingen bepalen hoe die beschaving werkt. Dus wat bindt een volk? Ik heb daarover na zitten denken en ben tot de conclusie gekomen dat economische afhankelijkheid en sociale waarde en zo verder heel belangrijk is om cohesie te krijgen binnen een gemeenschap. Maar ik heb ook een enquête gevonden van Reader's Digest. Het is misschien niet de beste bron, maar de resultaten van die enquête waren wel heel tekenend. Blijkt dat gedeelde waarden het belangrijkste was om een volk te binden. Van alle 16 landen waar ze de enquête hebben gevoerd,
hebben ze gedeelde waarde van boven gezet. Dat was een topper in Australië, Canada, China. Dan heb je taal, dat bleek in Brazilië en Maleisië vooral belangrijk te zijn. Dan geschiedenis, alleen maar in Mexico en Rusland, echt al heel weinig. En religie was in geen enkel land belangrijk, het was altijd een heel klein aantal. Dus religie is eigenlijk het minst belangrijk uit dit lijstje om cohesie in een volk te krijgen. Volgens de enquête van Reader's Digest. Dan gaan we even kijken, wat gebeurt er in de maatschappij als je een hoge mate van ongelijkheid hebt? Economische ongelijkheid. Dat is gebaseerd op een onderzoek van Kate Pickett en Richard Wilkinson. Je kan de resultaten op equalitytrust.org.uk vinden. Er is ook een boek vanuit, The Spirit Level. Degenen die social pathology hebben gezien, die kennen deze statistieken al. Dus in deze statistiek wordt er niveau van vertrouwen in landen. En onderaan zie je de inkomensgelijkheid of ongelijkheid. Als die laag is, de ongelijkheid, blijkt dat mensen elkaar meer vertrouwen. Dan dat de ongelijkheid hoog is, dan zie je dat de mensen elkaar bijna niet vertrouwen. Dus dat is wel heel belangrijk in een gemeenschap. En om zeker te zijn dat er een mogelijkheid is om toch een beetje gelijkheid binnen de proporties te houden. Dan heb je hier schoolverlaters. Dit zijn alle staten van de Verenigde Staten. Je ziet dat hoe hoger de ongelijkheid binnen een staat, hoe meer schoolverlaters je krijgt. Dat is een correlatie, er is geen causaal verband in, maar het is toch wel tekenend omdat we het altijd wel terugvinden. Dan heb je kindersterftes. Blijken ook weer hoger wanneer het inkomenverschil hoog ligt. En uiteindelijk hebben we drugsgebruik. De trend is een beetje minder duidelijk, maar je kan nog wel duidelijk een trend zien. Hoe hoger de ongelijkheid, hoe meer mensen drugs gebruiken. Dus de conclusie is dat onze welvaart en gezondheid niet in relatie staan met het gemiddelde inkomen, niet in relatie staat met het bruto nationaal product, maar vooral te maken heeft met de ongelijkheid binnen een gemeenschap. Dat bepaalt onze welvaart. Dan in verband met criminaliteit is er nog een ander onderzoek. Het eerste onderzoek door deze mevrouw hier, Marion van San. Die heeft een onderzoek gedaan dat aantoont dat je de criminaliteit in een gebied kan meten aan de hand van de allochtone bevolking, de concentratie van allochtone bevolking. Onlangs hebben de Universiteit van Gent en de KU Leuven een ander onderzoek. En dan hebben ze gezien dat de werkloosheidsgraad een veel betere factor is om te zien hoeveel criminaliteit je gaat vinden. En als je dan nog eens dieper kijkt, dan zie je dat binnen de allochtone gemeenschap er meer werkloosheid is. Dus er was eigenlijk een correlatie van het eerste onderzoek. De oorzaak ligt aan de werkloosheidsgraad. Mark Hoge verklaart het verschil zo. In een gemeente waar de werkloosheid hoog is, is er meer armoede. De sociale samenhang is er daardoor minder groot. Dus even een structureel overzicht van onze maatschappij. Dus we hebben economische instellingen, bedrijven enzovoort. Als we via economische manieren ons probleem niet kunnen oplossen, dan gaan we over tot de politiek. Gaan we wetten maken, gaan we regulaties opzetten. En als het dan nog niet werkt, dan gaan we het leger of de politie gebruiken. En om al dit te doen werken, hebben we een aantal sociale waarden die iedereen heeft. En een financieel systeem, zodat we overeen kunnen komen met wie hoeveel krijgt. En hieruit zou onze welvaart moeten komen. Straks gaan we zien hoe dit schema eruit ziet binnen een resource-based economy. Maar nu ga ik even verder naar welvaart. Welvaart is gewoon de mate waarin je in je behoeftes kan voorzien. Als je niet genoeg hebt om te eten, dan heb je natuurlijk geen welvaart. Als je niet de infrastructuur hebt om je familie te gaan bezoeken, dan heb je ook geen welvaart. Dus onze behoeftes voorzien. En wat maakt eigenlijk onze behoeftes? De technologie en de organisatie van die technologie, zodat we het effectief kunnen gebruiken.
Dus voor een gezonde maatschappij te hebben, heb je eigenlijk relatieve gelijkheid nodig en sociale mobiliteit, zodat als je arm geboren bent, dat er toch een grote kans is dat je het beter af bent tegen dat je sterft. Dan gaan we nu resource-based economy. Dus dit was hoe de maatschappij er op dit moment uitziet en welke systemen we nu gebruiken. Dan gaan we nu even kijken hoe het in een resource-based economy gaat. Als je vraagt wat is een resource-based economy, dan krijg je het antwoord intelligent management of the earth resources of intelligent management van de aardse grondstoffen. Wat betekent het nu? Intelligent betekent gewoon dat je er gaat over nadenken en er een goede analyse van gaat proberen te maken. Management is eigenlijk de organisatie. Dus intelligent, technologie, management, de effectieve organisatie daarvan. En de aardse grondstoffen, omdat alles wat we nodig hebben om te overleven eigenlijk op deze aarde is. En we moeten daar zorg voor dragen. Dus dat is de redenering erachter. En het Venus Project is daar het concrete plan voor, om dat te bewerkstelligen. Dus de redenen voor transitie. We hebben de nadelen van geld, fraude zie je tegenwoordig overal. De bestaansgrond voor geld verdwijnt ook. En wat bedoel ik daarmee? De bestaansgrond is de tijd en de energie die je in een product steekt. Maar met automatisatie en zo verder en technologieën die je in de volgende presentatie gaat kunnen zien straks, zie je dat de tijd en de energie die we in een product moeten steken kleiner en kleiner wordt tot het punt dat het bijna zinloos wordt om daar een prijskaartje op te zetten. En we moeten uiteindelijk gewoon onze aandacht verleggen. Want we zien nu dat er heel veel dingen misgaan in verband met het milieu en zo verder. En in een resource-based economy komt daar onmiddellijk de aandacht voor, omdat geld geen probleem meer is. Ze zeggen, ja, we willen dat wel oplossen, maar er is geen geld voor. Terwijl als je naar de realiteit kijkt, zie je dat we wel alle grondstoffen en de mensen en de expertise hebben om het probleem op te lossen. Dus vanaf het moment dat je geld uit het plaatje haalt, heb je eigenlijk veel meer mogelijkheid om verandering teweeg te brengen. Dit is weer het huidig structureel overzicht. En een resource-based economy ziet het er zo uit. Eigenlijk veel korter. Je hebt de economie en de organisatie daarvan. We hebben tv's nodig, we hebben brood. Dat wordt allemaal geautomatiseerd. Je hebt maar een klein percentage van de bevolking nodig om dat te kunnen doen. En dan hebben we sociale waarden. Over die sociale waarden, ik denk dat ze hoofdzakelijk hetzelfde gaan blijven, met het enige verschil dat we er nu van uitgaan dat de aarde een erfenis is van iedereen, in plaats van het strikt eigendom en ik kan hier vervuilen en zo verder. Dus dat is eigenlijk het enige verschil in sociale waarden die ik zie. Dus eigenlijk een collectivistisch idee. En hieruit gaat onze welvaart komen. En ik denk dat dit veel efficiënter gaat zijn dan ons huidig systeem.